ga vandaag reviewen voor jullie de NARS Sheerglow Foundation. Ik heb een full face of reviews op. Dus dat wil zeggen dat ik stap voor stap elk product ga reviewen. Ik heb eerst gefilmd hoe ik ze aanbracht en ik ga deze fragmenten in mijn video in verwerken. En ik ga ze dus nu bespreken. Ik ga over verschillende topics over. Zowel het product en de verpakking, de prijs, de formule, het kleurenassortiment en dan zo wat algemene dingen. Mijn allereerste is de NARS Sheerglow Foundation. Laten we maar meteen aan beginnen. Alright. Ik ben hier vandaag met mijn face full of reviews. Dus, ik heb mijn hele gezicht opgemaakt, of zo altijd helemaal mijn gezicht opgemaakt, met producten waarvan ik nu een review ga doen. Ik ga beginnen met de foundation. Ik heb gebruik gemaakt van de NARS Sheerglow Foundation in de kleur Light 5 Fiji. En ik ga jullie een beetje vertellen over deze foundation. Ik ga even voorlezen van de Sephora site. What it is, a glowing satin finish foundation with sheer and buildable coverage. Ik denk dat dat zeker waar is. Het is toch wel een relatief glowing satijnachtige finish. What else you need to know? What it does. This sheer glow foundation enhances without masking your overall natural complexion. The weightless formula hydrates the skin while complexion brightening properties improve skin brightness, radiance and texture, leaving skin with a luminous sensual glow. Okay, sensual glow. Kijk, ik vind het zeker een fijne foundation. De glow die je momenteel ziet is van een andere highlighter die ik nog gebruikt heb. Dus dat kunnen jullie momenteel niet echt goed zien. Daarom dat ik een clipje in de video zal laten zien waarin ik de foundation op zich laat zien. En jullie kunnen dus zien dat hij wel degelijk een subtle glow heeft. And what else you need to know? Suitable for normal to dry and very dry skin types. Met andere woorden, het wordt beschreven alsof het een foundation is die perfect is voor mij. En ik heb hem als volgt aangebracht. Ik heb op deze kant van mij gelaten de MAC Prep & Prime Fix Plus Spray aangebracht als soort van primer. En daarna de foundation om te zien of er een verschil was. Ik moet zeggen dat ik hem mooier vind aanbrengen zonder de MAC Prep & Prime Fix Plus Spray op mijn neus voornamelijk. Dat de Fix Plus Spray in combinatie met deze foundation de velletjes op mijn neus nogal zichtbaar maakt. Velletjes die er niet zijn, maar als ik dan de spray met deze foundation gebruik, dan krijg ik ineens velletjes op mijn neus en dat vind ik echt niet fijn. Dus ik zou de foundation met een andere primer of gewoon op zich zonder iets gebruiken. En over de verpakking zal ik zeggen dat ik het zeer jammer vind dat je een pompje apart moet kopen. Dat wist ik op voorhand. Voor ik de foundation kocht, wist ik dat op voorhand dat je dat ging moeten doen. Maar dat pompje kostte 2,50 euro en de foundation zelf kostte 41 of 42 euro. Ik zal de juiste prijs op het scherm laten komen. Maar in elk geval, dus het is echt een dure foundation eigenlijk. En dat vind ik dan wel jammer dat je dat pompje erbij moet kopen. Plus, er is een dop bij. En die dop die past niet op het pompje. Er is wel een kliksysteem. Dat je naar opzij is open, naar voren is toe. Dus er is een kliksysteem om het flesje en om de verpakking te vergrendelen. Maar ik vind het heel jammer dat de dop er niet op past. Want dat geeft toch niet zo'n heel fijn gevoel. Wetende dat je foundation bij een gewone draai aan de dop eruit kan. Ja, dan heb ik altijd geen goesting om die mee te nemen onderweg. Omdat ik dan al bang heb dat die uitloopt in mijn zak of zo. Dus dat is al zeker een nadeel. Ik heb de prijs al verteld. Dus prijsgewijs vind ik hem heel duur. Ik vind het een relatief hard lijkt op de Bourjois Healthy Mix Foundation. Daarmee is die vergelijkbaar. Allee, die is wel meer dan de helft goedkoper, dus dat is, allee, die kost iets van een 15 euro, dus dat is echt wel een groot prijsverschil. Maar ik moet wel zeggen dat ik denk dat, ondanks dat die vergelijkbaar is qua formule met die Bourjois Foundation, deze wel beter is in de zin van, hij gaat met meer huidtypes kunnen werken. Hij wordt wel beschreven als een perfecte foundation voor iemand met een normale tot droge tot zeer droge huid. Maar ik weet gewoon uit ervaring al dat hij ook goed werkt met een lichte acne huid, et cetera. Omdat je hem dan gewoon ja, met een heel erg matmakende poeder goed kan matmaken. En dat is iets minder het geval met de Bourjois foundation. Dus de kleurenselectie waaruit jij de foundation kan kiezen is wel echt top. Echt top. Er zijn, laat me even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kleuren, what the fuck. Sorry voor mijn taalgebruik, maar what the hell. 20 kleuren, 20 foundation kleuren om uit te kiezen, dat is heel veel. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom dat die zo duur is. De meeste high-end merken hebben inderdaad een hele grote en mooie kleurenselectie, maar dan ook wel een hele mooie grote prijs, zal ik zeggen. Ze gaan zelfs tot heel donker. Er zit geen SPF in, dat is ook al super. En ja, dat is zo wat mijn bespreking van het product. Hij brengt niet mega smooth aan. Hij is ook niet heel stroef of zo. Het is gewoon een random foundation. Het is niet dat ik merk van wow, het is boter op mijn gezicht. Nee, dat zeker niet. Dus dat vind ik wel
jammer, omdat ik voor die prijs toch wel echt een product verwacht dat zo mega awesome en nice werkt. Maar het is gewoon een foundation als een andere, op dat vlak toch. Mijn onderwerp die ik besproken heb is het product en de verpakking, de prijs, de formule van het product en de kleuren. En als laatste kan ik gewoon mijn overall thought, dus mijn algemene gedachte over het product zeggen. Ik vind hem heel duur. Ik vind hem een beetje overhyped, omdat ik heel erg fan ben van de Bourjois Healthy Mix Foundation. En ik vind dat hij daar toch wel relatief hard op lijkt. Hij is iets minder luminous op dat vlak en hij is iets minder smooth. Hij is minder lopend dan de Bourjois Foundation. En ik denk gewoon dat het is omdat ik zo'n fan ben van de Bourjois Foundation, dat ik een beetje teleurgesteld niet echt, maar dat ik zoiets heb van prijs-kwaliteitsgewijs, vind ik het toch wel een beetje tegenvallen, echt, maar toch. Het is een heel goed product, maar ik vind het wel echt duur. Zeker in verband met een dop en zo. Voilà, dit was mijn review van de NARS Sugarglow Foundation. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en leuk. Ik kan hem enkel in het buitenland kopen, denk ik. Als dat niet zo is, als er iemand weet dat je die in België kan kopen, laat dat zeker weten. Want soms zijn er dingen die ik zelf niet weet. Laat me dat dan zeker weten. Laat zeker feedback achter. En tot de volgende review.